Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken leidde tijdens corona tot minder mobiliteit en minder files. Maar blijft dat ook zo als straks de maatregelen worden opgeheven en er straks weer meer mag? Kortom, leidt meer thuiswerken ook op de langere termijn tot structurele effecten op het mobiliteitssysteem? Om die vraag te onderzoeken keken we naar reiskenmerken van thuiswerkers voor corona. We keken naar het effect van meer thuiswerken op het mobiliteitsgedrag. En we spraken met thuiswerkers over hun ervaringen. In deze grafiek zie je dat thuiswerkers gemiddeld minder verplaatsingen en minder kilometers naar het werk reizen. Maar de relatie is niet één op één. Wij zagen dat thuiswerkers gemiddeld verder van hun werk wonen. En daarom is de afname op de kilometers groter dan de afname op het aantal verplaatsingen. Daarnaast reizen mensen vaak naar het werk in de spits. Daardoor is het effect daar groter. En tenslotte zien wij dat thuiswerkers vaak met de trein reizen. Dus is onze verwachting dat het effect ook daar groter is. Aan de andere kant zorgt meer thuiswerken voor een grotere flexibiliteit van mensen. In interviews geven mensen aan dat zij de mogelijkheid om thuis te werken meewegen in hun beslissing waar ze willen wonen of waar ze willen werken. Dat zorgt mogelijk voor een toename van de woon-werkafstand. Dat compenseert. Daarnaast geven mensen die thuiswerken aan dat zij behoefte hebben aan andere verplaatsingen voor andere doelen. Voor bijvoorbeeld winkelen, visites, uitjes of sporten. Ook dat compenseert het effect van meer thuiswerken. Maar deze overige verplaatsingen zijn minder in de spits en minder op de autosnelweg. Over het geheel genomen verwachten wij dat meer thuiswerken de spits dempt en zorgt voor een afname van de files. De extra overige verplaatsingen zijn minder tijdsgebonden en vinden daarom minder in de spits plaats. Bovendien zorgt een kleine afname van het autoverkeer voor een betere doorstroming op snelwegen.